Goedemorgen dames en heren. Van harte welkom op de locatiekeuring hier in de nieuwe, op de Nieuwe Heuvel in Lunteren. We hebben vandaag een 34-tal paarden te keuren. Mijn collega Wil en ik gaan dat vandaag samen doen. We starten met nummer 1 en dat is een 8-jarige veulenboekmerrie, O. Famke Plantinga. De vader is Norbert, moedervader is Beert. Deze merrie heeft een schofthoogte van 1,60 meter. We start this morning with number 1. 8-year-old full book mare. Height at withers is 160. Hierbij de uitslag van nummer 1, 8-jarige Norbert Merrie. Een merrie met een jeugdige uitstraling voor zijn leeftijd. Ook een voldoende langgelijnde merrie die in de voorbeenlengte wel iets langer kon zijn. Er ligt een goed schouder in. Bovenlijno is ook voldoende gesloten. Merrie is wel iets hellend in het kruis. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, ook met goede hoeven. Merrie stapt actief en takmatig, ook met voldoende ruimte. In draf laat deze merrie
heel veel buiging in het spronggewricht zien. Brengt ook het achterbeen goed onder de massa. Zou daarbij wel iets opwaartser kunnen lopen. Maar vandaag wordt deze merrie opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Mede vanwege de goede draf. Sorry, I forgot the English translation. Number one is accepted in the stud book with a star second premium. Hierbij de uitslag van nummer 2, Talina van het Oostende. Een 6-jarige merrie die voldoende rasuitstraling heeft. Die in de bouw toch wel iets jeugd mist. Ook iets neerwaarts is gebouwd. Wel met een mooie verticale hals, ook een goede schouderpartij. Hij is verder voldoende aangesloten in de bovenlijn. Zou wel iets sterker in het ruggedeelte kunnen. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar zou met name in het spronggewricht wel iets droger kunnen. Hoeven zijn goed. De stap is heel ruim, alleen de bewegingsafloop voor in stap is erg toontredend. Dit hebben we ook meegenomen in het cijfer van beenwerk. In de draf laat hij voldoende ruimte zien, ook met een voldoende buiging in het achterbeen. Zou ik iets meer over de rug kunnen draven. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. En dat is mede vanwege de beenkwaliteit en de bewegingsafloop voor. The English translation number 2, Talina van het Oostende, is accepted in the stud book with a third premium.
Volgende merrie is nummer 3, Yvette van de Waterhoeve. Deze merrie heeft een schofthoogte van 1,64 meter. De vader is Epke, de moedersvader is Teunus. Nummer 3, Yvette van de Waterhoeve, height at withers 164.
Nummer 3 is een 5-jarige merrie die een goede rasuitstraling heeft, wat ook mede komt door zijn lange hals, edelhoofd en ook veel behang. In de bouw laat hij een voldoende jeugdige opdruk zien met een goed schouder. In de bovenlijn is hij voldoende gesloten, wel met een iets hellend kruis, maar met voldoende lengte. Het beenwerk is verder correct met goede hoeven. Ook een voldoende kwaliteit in de gewrichten. De stap is takmatig. Merrie stapt met heel veel ruimte. Maar zou daarbij wel iets meer buiging in de sprong kunnen laten zien. In draf draaft deze merrie toch iets te veel op de voorhand. Moet ook iets sneller aantreden met zijn achterbeen. Ook het achterbeen iets meer onder de massa zetten. En met iets meer oprichting lopen. Mede door de goede rasuitstraling en de goede stap verdient deze merrie vandaag een opname in het stamboek met een derde premie. Sorry, the results of number 3. She's accepted in the stadboek with a third premium.
Nummer 4 is een hele langgelijnde, iets gerekte merrie. Met heel veel rasuitstraling, wat voornamelijk komt door zijn hele mooie, lange, lichte hals. Maakt ook veel front. In de bovenlijn is hij goed gesloten met voldoende breedte ook op de lendenen, ook voldoende lang kruis. Het beenwerk is in de gewrichten droog, wel is hij voor iets week gekoot. In stap is hij kort, kan hij in de pas meer ruimte laten zien, waarbij hij ook meer buiging in de sprong kan hebben. De tweede ronde stap was beter, stapte die ook iets takmatiger door. In draf waardeert deze merrie zich wel weer heel erg op. Draaft met heel veel ruimte, ook met een actief achterbeen wat correct onder de massa wordt geplaatst en met veel balans. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. De results of number 4, Adelheid van Over den Graaf. She is accepted in the startboek en star second premium.
de uitslag van nummer 5. Een 5-jarige merrie met ook nog heel jeugdige opdruk. Ook een merrie met veel rasuitstraling, wat met name komt door zijn edele hoofd en mooie verticale lange hals. Ook een merrie die in de bouw voldoende voorbeenlengte laat zien, waar een goed schouder in ligt. In de bovenlijn zien we deze merrie toch liever iets geslotener, met name de rug is erg gezonken. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met goede hoeven. In een stap maakt deze merrie voldoende ruimte, zet daar ook waarbij ook het voorbeen goed weg. Zou in het achterbeen iets meer buiging kunnen tonen. In draf waardeert deze merrie zich heel erg op. Merrie draaft met veel ruimte, ook met goede souplesse en een goed achterbeengebruik. En mede vanwege de goede stap en de hele goede draf compenseert deze merrie de bovenlijn en maken we vandaag ster met een tweede premie. Number 5. Die is accepted in de startboek met de star second premium.
Nummer 6 is een langgelijnde merrie die ook veel rasuitstraling heeft vanwege zijn edele hoofd. Een merrie met een goede voorbeenlengte, ook een sterke bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Merrie is heel evenredig in zijn bouw. Het beenwerk zou toch wel iets meer kwaliteit kunnen tonen, is iets gehoekt in het achterbeen. In stap moet hij meer lengte tonen in pas, moet hij ook krachtiger doorstappen. De bewegingsafloop voor is in stap ook iets Frans. In draf maakt deze merrie voldoende ruimte, ook met voldoende kracht. Ook met een voldoende buiging in het achterbeen. Zou iets meer tot dragen kunnen komen in de draf. Maar vandaag, vanwege het beenwerk en de toch iets korte stap, een opname in het stamboek met een derde premie. The results of number 6, she's accepted in the stud book with a third premium.
De uitslagen van nummer... Ja, de trein even wachten. De uitslag van nummer 7, een merrie met heel veel, veel rasuitstraling. Die ook een, verticaal is in de hals, met een goede schouderligging. In de bovenlijn is hij voldoende sterk, ook met brede lendenen. Heeft wel een iets hellend kruis. Ook een merrie die in de bouw voldoende beenlengte voor heeft, met toch wel met een iets hol voorbeen. Het is een merrie met heel fijn beenwerk, die voldoende droog is, wel met iets smalle hoeven. In de stap laat hij in ontspanning voldoende takt zien en ook voldoende ruimte. Deze merrie draaft met een voldoende lichaamshouding, met oprichting, ook met een goed achterbeengebruik en een goede balans. Deze merrie wordt vandaag vanwege zijn goede draf stamboekster met een tweede premie. The results of number 7, she's accepted in the studbook, star second premium. Ja, die wil graag opvallen, denk ik. Nummer 8 is een merrie met heel veel rasuitstraling. Ook een luxe merrie met die nog veel jeugd uitstraalt. Die ook veel behang heeft.
in de verticale hals die misschien wel iets meer lengte zou hebben. Met een goede schouder, ook een goed aangesloten bovenlijn met voldoende lengte in kruis. Kwaliteit beenwerk is hard en droog met goede hoeven. In stap laat hij veel ruimte zien, ook voldoende buiging daarbij in het achterbeen. In draf toont deze merrie veel lichaamshouding. Hij heeft ook een opwaartse draf met een goede techniek in het achterbeen en voldoende balans. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een eerste premie. The results of number 8. She's accepted in the stadboek Star First Premium.
Nummer 9 is een merrie die voldoende in het rastype staat, ook door zijn vele behang. Een merrie die in de bouw toch wel wat jeugd mist, ook iets meer voorbeenlengte kan hebben. Waar een goed schouder in ligt, ook een sterke en gesloten bovenlijn. Die in het kruis wel iets meer lengte kon hebben. Het beenwerk kan iets meer kwaliteit uitstralen, maar heeft wel goede hoeven. De stap is qua paslengte iets kort, doet ook iets gehaast aan, waardoor de merrie de pas niet helemaal afmaakt. In draf laat deze merrie wel veel ruimte zien, maar loopt daarbij iets uit elkaar, waarbij het achterbeen toch iets actiever onder de massa gezet kan worden. Maar vanwege de goede rasuitstraling en de ruim voldoende draf, wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Oh ja. The results of number 9, she's accepted in the stadbook with a third premium.
De uitslag van nummer 10 is een hele massale merrie met die heel sterk gebouwd is. Die toch in zijn bouw ook wel de jeugdige opdruk wat mist, maar wel met een voldoende rasuitstraling, met name door zijn front. Er ligt ook een hele goede lange schouder in met een goede bovenlijn met sterke lenden. Een merrie die ook opvalt door veel lengte in zijn kruis. In beenwerken straalt voldoende kwaliteit uit met goede hoeven. In stap laat hij veel ruimte zien met ook een voldoende krachtig achterbeen. In draf waardeert deze merrie zich weer heel erg op. Maakt goede houding, heeft een goed achterbeengebruik, zet ook het voorbeen ruim weg. Laat daarbij ook veel balans zien. En mede door zijn goede stap en goede draf krijgt deze merrie vandaag een ster met een eerste premie. Oh, Engels. Sorry, the result in English, number 10. Accepted in the startbook, star first premium.
De uitslag van nummer 11, Mary met veel rasuitstraling. Dat komt ook met name door zijn verticale hals, waar hij heeft een mooi front. Is in zijn bouw nog wel, zouden we hem liever iets opwaartser gebouwd zien. Mary heeft een heel goed schouder, ook een goede bovenlijn. In het kruis zouden we hem liever wat minder hellend zien. Hij heeft nog wel voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk moet eigenlijk wat meer kwaliteit uitstralen. Hij is voor ook iets onderstandig en achter toch vrij gehoekt in het achterbeen. De stap is ruim en actief. Zou in de bewegingsafloop voor wel iets correcter kunnen. In de draf laat deze merrie een ruime beweging zien, met waarbij het voorbeen ruim wordt weggezet. Maar het achterbeen zou iets actiever onder de massa geplaatst kunnen worden. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 11, she's accepted in the stadboek with a third premium. Nummer 12 is een merrie met voldoende rasuitstraling, die ook voldoende verticaal in de hals is. Die in zijn hele totaaluitstraling toch wel jeugd mist. Ook, we zouden een merrie ook liever zien met meer voorbeenlengte en ook minder neerwaarts gebouwd. In de bovenlijn is hij iets gezonken. Ook een merrie met een hellend en kort kruis. Het beenwerk mist op dit moment toch de kwaliteit. In stap is hij vrij kort, moet ook in het achterbeen meer doortreden. In draf
laat de merrie wel voldoende techniek zien. Ook met voldoende buiging in het achterbeen zou daarbij iets meer oprichting kunnen tonen, maar draaft wel met souplesse. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie, vanwege de kwaliteit in het beenwerk. Number 12 is accepted in the studbook without a premium.
Nummer 13 is een hele luxe langgelijnde merrie met een mooie jeugdige opdruk. Die een mooie lengte ook in de hals heeft. Met een mooie voorbeenlengte ook. Voldoende gesloten in de bovenlijn. Ook een lang kruismerrie. Die is heel evenredig in de bouw. In zijn beenwerk zou die toch het achterbeen, zou nog graag het achterbeen iets minder gehoekt zien. Het is van voldoende kwaliteit. In de stap is deze merrie erg gespannen, waardoor hij waardoor wat kort en gehaast stapt, waardoor hij ook zijn pas niet voldoende afmaakt. In draf is de merrie wel voldoende ruim, maar is, daarbij, dus daar is in de draf ook iets gehaast, waardoor hij meer het achterbeen onder de massa moet brengen en ook meer over de rug moet komen. Dus een merrie met heel veel rasuitstraling en goede bouw, maar een merrie die vandaag vanwege zijn stap en zijn draf uitkomt op een stamboekopname met een derde premie. Nummer 13, Fenna F, is accepted in the stadboek with a third premium.
Bij de uitslag van nummer 14. Een hele jonge, nog jeugdige merrie met ook veel rasuitstraling. Een merrie die in de bouw horizontaal gebouwd is met heel veel voorbeenlengte. Ook een merrie met een mooi gevormde hals, met een mooie lichte hoofd-halsaansluiting. De bovenlijn is voldoende gesloten, ook met voldoende lengte in het kruis. Merrie heeft heel fijn beenwerk met, en is lang gekoot, maar zou in de kwaliteit van het beenwerk toch beter moeten. In stap is hij voldoende ruim, zou iets actiever door kunnen stappen. In draf maakt hij ook voldoende ruimte met ook een voldoende goede buiging in het achterbeen. Zou daarbij iets meer over de rug mogen komen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Oh ja. Number 14 is accepted in the stadboek with a star second premium. Nummer 15 is een hele luxe, jeugdige merrie die ook voldoende rasuitstraling heeft. Wel iets meer behang kon hebben met een mooie lichte hoofd-halsaansluiting. In de bouw is hij wel voldoende opwaarts gebouwd met een goede bovenlijn.
Een merrie die over het algeheel evenredig gebouwd is. Een merrie met fijn en hard beenwerk, wat correct gesteld is. In de stap laat hij een taktmatige stap zien met voldoende ruimte ook en ook voldoende kracht. In de draf is hij wel lichtvoetig, ook wel met een goede techniek in het achterbeen. Maar zou nog iets meer aan kracht moeten winnen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Number 15 is accepted in the stadboek with a star second premium.
De uitslag van nummer 16 is een iets gerekte merrie die wel voldoende in het ras staat, maar die toch iets een onderhalzer uitdrukt, met, die we in het schouder ook wel iets schuiner willen zien. In de bovenlijn is hij is voldoende aangesloten, zou in de rug wel iets sterker kunnen, heeft voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit met goede hoeven, is wel iets gehoekt in het achterbeen. Deze merrie stapt ruim en taktmatig met een goed lichaamsgebruik. In draf maakt deze merrie veel houding, heeft een goed achterbeengebruik, laat ook veel souplesse en oprichting zien. Draaft met een goede balans. Vanwege de goede stap en de goede draf wordt deze merrie vandaag stamboekster met een tweede premie.
Nummer 17 is een merrie die voldoende in het rastype staat. Ook een lang gelijnde merrie met een voldoende voorbeenlengte. Merrie is heel sterk in de bovenlijn, met name in de lendenen is hij vrij strak. Merrie heeft ook veel lengte in het kruis. Het beenwerk straalt veel kwaliteit uit, is droog en hard, ook correct gesteld. In draf laat hij een goede lichaamshouding zien, ook een goed achterbeengebruik, maar zou iets meer schakelend vermogen ook kunnen tonen. De stap van deze merrie is wel heel kwetsbaar, moet meer ruimte in de pas maken, moet ook meer over de rug stappen en meer lichaamsgebruik in stap laten zien. De stap is vrij beperkt, maar door zijn goede draf en goede bouw wordt deze merrie vandaag wel ster tweede premie.
De uitslag van nummer 18 is een langgeleinde merrie met een voldoende front. Is in zijn bouw wel iets neerwaarts. Kon ook in de voorbeenlengte wel iets langer. In de bovenlijn zien we hem liever iets meer aangesloten, voornamelijk op het ruggedeelte. Het kruis heeft voldoende lengte. Het beenwerk is van goede kwaliteit, ook correct gesteld. In de stap is hij wel iets kwetsbaar, stapt ook kort, moet krachtiger doorstappen van achteruit. In draf laat deze merrie voldoende ruimte zien, ook een voldoende buiging in het achterbeen. Zou iets meer over de rug mogen draven. Maar vanwege de stap wordt deze merrie vandaag stamboek met een derde premie. The results of number 18 accepted in the startbook with a third premium. Uitslag van nummer 19, Royale langgeleinde merrie, die ook een mooie halslengte heeft, waarbij de hals wel iets verticaler geplaatst kan zijn. Een goede bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Beenwerk kon wel iets meer kwaliteit uitstralen, maar is correct gesteld. In de draf laat hij voldoende ruimte zien en zou iets krachtiger aan kunnen treden. In draf, hij draaft opwaarts met goede techniek in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The results of number 19. She's accepted in the startbook Star Second Premium.
De uitslag van nummer 20. Een merrie die in zijn bouw wel iets lang gelijnder kon zijn. Een merrie met een goede rasuitstraling, ondanks een bruine kleur. De rasuitstraling komt door een heel edel hoofd en een verticale hals. Een merrie met een eigenlijk te strakke bovenlijn, wat later ook in de beweging toch weer terug te zien is. Met voldoende lengte in het kruis. Beenwerk is van goede kwaliteit, is hard en droog, verder correct gesteld. Hoeven zouden wel iets royaler kunnen bij deze merrie. In stappen is hij erg gespannen en ook daardoor maakt hij, is hij vrij gehaast. Is een pas maakt zijn pas niet af. Dit zien we in de draf ook wel terug. De draf blijft eigenlijk op de voorhand iets te gehaast, waardoor hij niet tot dragen komt. Deze merrie wordt vandaag vanwege zijn goede ras en bouw opgenomen in het stamboek met een derde premie. The results of number 20 is sees accepted in the startbook with a third premium. Nummer 21 is een hele groot, ramige, langgelijnde merrie met een hele mooie voorbeenlengte. Die ook goed in het rastype staat met veel behang. In de bovenlijn is hij goed gesloten en heeft ook een mooie lang doorlopende schoft.
beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap laat deze merrie een hele ruime en actieve stap zien met een goed lichaamsgebruik. In draf laat de merrie ook veel ruimte in de pas zien met voldoende buiging in het achterbeen. Zou wel iets actiever onder de massa geplaatst kunnen worden. Maar mede vanwege de goede stap en de goede bouw en het goede rastype wordt deze merrie opgenomen in het stamboek en sterfklaard met een eerste premie. Nummer 22 is een merrie die goed in het rastype staat. Heeft een mooie verticale hals die wel iets lichter in de hoofd-halsaansluiting kon zijn. Merrie met een hele sterke gesloten bovenlijn. Heeft wel een iets hellend kruis, maar wel heel veel lengte in zijn kruis. Het beenwerk is hard en droog, dus van goede kwaliteit met ook een goede royale hoeven. Voor misschien iets onderstandig, maar verder correct gesteld. De stap is ruim, maar zou wel iets actiever en iets meer buiging in het achterbeen kunnen tonen. Maar wel wordt met heel veel ruimte gestapt. In de draf heeft deze merrie een goede houding, maakt ook veel ruimte in pas en een goede buiging in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterfverklaard met een tweede premie.
The result of number 22. She's accepted in the stud book, star second premium. Merrie nummer 23, heel langgelijnde merrie met nog heel veel jeugd. Heeft een mooie lange hals ook, met een mooie lichte hoofd-halsaansluiting.
is in de bovenlijn voldoende. In het kruisen zouden we wel graag iets minder hellend zien. Het beenwerk is droog, van goede kwaliteit. Hoeven zouden iets royaler kunnen. En het achterbeen is iets gehoekt. In stap op de momenten van spanning kan hij wel iets royaler stappen. Maar op het moment dat dit paard ontspant, maakt hij een lange pas, ook een actieve pas. En in draf waardeert deze merrie zich heel erg op door een hele goede draf te laten zien met veel zweefmoment, veel balans en schakelend vermogen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. The result of number 23, accepted in the stadboek and star with a first premium.
Nummer 34 is een merrie met veel rasuitstraling. Komt met name door zijn edel hoofd en ook veel behang. De hals is verticaal gesteld. In de bouw mist deze merrie toch wel iets de jeugdige opdruk. Is ook iets gerekt. En de bovenlijn is hij sterk, met name op de lendenen. En merrie kon iets meer lengte ook in het kruis hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Ook correct gesteld. Zouden de hoeven graag iets royaler zien. In stap heeft deze merrie een korte pas. Heeft wat moeite, soms ook met de takt. Komt ook waarschijnlijk door een stuk spanning. In draf laat deze merrie wel veel ruimte zien. Maar zou meer lichaamshouding moeten laten zien. En ook meer kracht vanuit het achterbeen. Maar met name door de goede ras en de goede bouw wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie.
Nummer 25 is een hele wakkere merrie die in zijn optreden ook nog wel wat spanning laat zien. Merrie met veel statuur, die in de bouw iets gerekt is. Met een mooie verticale hals, ook van voldoende lengte. Bovenlijn is goed aangesloten. Het beenwerk zou wel iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. Wel met goede hoeven en correct gesteld. In een stap is hij op de momenten van ontspanning voldoende. In draf laat hij veel ruimte zien met een goede techniek in het achterbeen. Loopt daarbij ook voldoende opwaarts. Zou iets meer ruggebruik kunnen laten zien. Maar vanwege de goede rasuitstraling, de goede bouw en de goede draf wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie.
Nummer 26 is een langgelijnde merrie met ook voldoende jeugd op druk. Staat voldoende in het rastype. Zou wel iets meer behang kunnen hebben. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Er ligt een mooi lang kruis in met veel lengte. Het beenwerk is voldoende kwaliteit, ook correct gesteld. In stap is hij heel kort, is ook niet iedere keer takmatig. Zou ook het voorbeen verder weg moeten zetten en het achterbeen meer buiging en activiteit tonen. Ook de bewegingsafloop in het voorbeen in stap is toontredend. In draf maakt hij wel ruimte, maar moet meer doortreden met het achterbeen. Ook het achterbeen krachtiger onder de massa zetten en daarbij de schoft meer omhoog brengen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
De uitslag van nummer 27. Een correcte gebouwde merrie die voldoende in het rastraat. Een merrie met veel behang. Ook een lange hals die toch wel iets verticaler gesteld kan zijn. De bovenlijn is voldoende aangesloten. Een merrie ook met een voldoende lengte in het voorbeen. Kruis zouden we liever iets minder hellend zien. Maar het is wel een kruis waar voldoende lengte in zit. Het beenwerk zou toch wel iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. Met name hebben we ook een bemerking op de bouw van het spronggewricht rechtsachter. Verder heeft hij voor een iets hol voorbeen. Een stap is hij vrij kort. Moet hij ook iets meer takt laten zien. In de draf waardeert deze merrie zich wel weer op. Draaft met voldoende ruimte, ook met een goede buiging in het achterbeen. Zou iets meer oprichting kunnen tonen, maar draaft wel met veel kracht. En vanwege de goede draf wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie.
Nummer 28, Tooske RS. Merrie met veel ras. Een verticale hals, ook met voldoende lengte. Edelhoofd en veel behang. In de bouw miste Merrie toch wel iets voorbeenlengte. Is in de bovenlijn goed aangesloten. Heeft ook een goede lengte in het kruis. In beenwerk missen we toch wel wat kwaliteit. Zou met name iets droger in de gewrichten kunnen. Ook de hoeven kunnen iets royaler. Merrie is in de voorbeen iets onderstandig. Merrie stapt met voldoende ruimte, maar zou meer buiging in de sprong moeten laten zien. In draf heeft de Merrie wel voldoende ruimte, maar draaft erbij iets op de voorhand. En moet het achterbeen ook actiever en sneller onder de massa plaatsen. Deze Merrie krijgt vandaag een derde premie.
Nummer 29 is een 4-jarige stermerrie, Auk van de Groene Steeg. Het is een grote ramige merrie, ook correct gebouwde merrie met een verticale hals met voldoende lengte. Merrie is sterk in de bovenlijn met een voldoende lang kruis, ook een goede voorbeenlengte. In het beenwerk zouden we graag wel iets meer kwaliteit zien. Het is wel correct gesteld. In de stap laat hij een vlotte stap zien met voldoende buiging. Zou wel iets krachtiger aan kunnen treden. In draf waardeert deze merrie zich wel op. Laat een krachtige draf zien met voldoende oprichting en een goed zweefmoment. Deze merrie krijgt vandaag een eerste premie. En een uitnodiging voor de tweede beoordeling. Later vanmiddag. Oh ja, the result of number 29. She get a first premium and is invited for the second viewing later on this afternoon.
De uitslag van nummer 31, merrie met voldoende ras, wel iets bruin van kleur. Verder een correct gebouwde merrie die in de belijning over zijn hele lichaam wel iets luxe mist. Wel een merrie met een sterke bovenlijn, ook een goede kruisligging. Het beenwerk is voldoende droog met goede hoeven. Ook de stannen zijn verder correct. In de stap is de merrie vrij kort. In de pas moet meer lengte maken, ook meer buiging. Buiging laten zien in het achterbeen, waarmee het achterbeen iets correcter verdrijft. In de draf maakt hij veel ruimte, maar zou ook het achterbeen iets directer onder de massa kunnen plaatsen. Deze merrie krijgt vandaag geen eerste premie en ook geen uitnodiging voor de tweede ronde vanmiddag. Oh ja, sorry. Number 31 is not invited for the second round this afternoon. De uitslag van nummer 32, een vijfjarige stermerrie. Een merrie die
wel voldoende in het ras staat, wel iets edeler in het hoofd kan. Een merrie die ook in de totale bouw wat jeugdige uitdrukking mist. Wel een merrie met veel front, maar toch iets de onderhals er ook uitdrukt. In zijn voorbeenlengte zou die wel wat langer kunnen. De aansluitingen in de bovenlijn zijn sterk. Het beenwerk zou op dit moment toch iets meer kwaliteit uit moeten stralen. Is ook in het achterbeen iets gehoekt. Heeft wel goede hoeven. In de stap stapt hij met voldoende ruimte en kracht. Maar in het voorbeen, de bewegingsafloop in het voorbeen kan correcter. In draf draaft hij met ruim voldoende kracht en ruimte. Deze merrie wordt vandaag vanwege de beperktheid in de stap en ook de rasuitstraling niet uitgenodigd voor een tweede presentatie later deze middag. Nummer 33 is een 8-jarige merrie, een hele grote ramige merrie die iets gerekt is. Wel een merrie met veel rasuitstraling, voldoende edel in het hoofd, ook verticaal in de hals en met veel behang. In de hoofd-halsaansluiting zouden we hem graag toch wel iets lichter willen zien.
Mary ligt een goed schouder in met een voldoende aangesloten bovenlijn. Het kruis zouden we toch graag minder hellend willen zien. Ook missen we toch iets de voorbeenlengte bij deze Mary. In het beenwerk moet hij duidelijk meer kwaliteit tonen. Is ook iets gehoekt in het achterbeen en is voor iets te onttredend. De stap is ruim en actief met ook een voldoende lichaamsgebruik. De draf is krachtig, ook met een goede lichaamshouding en loopt makkelijk over de rug. Maar vandaag vanwege het beenwerk krijgt hij geen uitnodiging voor de tweede ronde. De uitslag van nummer 34. Dit is een 7-jarige kroonmerrie. Het feit dat hij kroonmerrie is, geeft al aan dat hij al bovengemiddeld is en heel veel kwaliteit heeft. Dit is een merrie met een iets gerekte merrie met heel veel statuur.
die toch iets de jeugd mist, maar wel een merrie met veel ras. Met een goede bovenlijn, ook een goede lengte in het kruis. In het beenwerk zouden we op dit moment toch wel iets meer kwaliteit willen zien. Maar wel een merrie met goede hoeven. In de stap toont hij veel ruimte. Stapt ook takmatig met een goed lichaamsgebruik. In de draf, hij draaft wel met ruimte. Maar we zouden eigenlijk iets meer ruggebruik willen zien in de presentatie. En ook iets meer kracht vanuit het achterbeen. En gezien de draf die dus toch iets toch krachtiger moet... voor een kroonmerrie wordt deze merrie niet uitgenodigd voor de tweede presentatie van vanmiddag. Nummer 35, Zwaan van de Mierenpleert. Een merrie met heel veel rasuitstraling. Ook een mooie, lange, verticaal gestelde hals. Merrie heeft in bouw een goede voorbeenlengte. Ook een sterke bovenlijn met sterke, brede lendenen. En een recht kruis met voldoende lengte daarin. Een beenwerk is hij voldoende droog. Ook correct gesteld. Hoeven zouden we graag iets royaler willen zien.
merrie stapt met veel ruimte, ook takmatig. En in draf waardeert deze merrie zich heel erg op. Draaft met veel ruimte, draaft opwaarts met veel lichaamsgebruik en veel balans. Deze merrie krijgt een uitnodiging voor de tweede presentatie vanmiddag. En een eerste premie. A 7-year-old crown mare. She's invited for the second round this afternoon. De uitslag van nummer 8, vrouwtje T, in de tweede presentatie. Het is een merrie met heel veel jeugduitstraling. Een hele mooie lange hals, ook een lichte hoofd-halsaansluiting. Is in de bovenlijn goed, heeft ook een mooie voorbeenlengte.
voldoende lengte in het kruis. In het beenwerk is hij qua kwaliteit goed, met mooie brede hoeven. In de stap heeft hij ook in de tweede presentatie een ruime stap laten zien met een goede takt, ook goede buiging in het achterbeen. Ook nu draaft hij weer opwaarts met een goed achterbeengebruik en voldoende balans en zweefmoment. Deze merrie wordt op basis van deze presentaties en de goede cijfers op ras, stap en draf voorlopig kroonverklaard. Bij de uitslag van nummer 11 voor een eventuele kroonverklaring. Nummer 10, sorry. In de war, voor een eventuele kroonverklaring. Het is een merrie die in stap en draf ook die heel veel kracht laat zien. In stap ook ruim is en takmatig. In draf heel veel houding maakt met een heel krachtig aantredend achterbeen. Maar het is een merrie die in zijn rasuitstraling wel iets luxer kan, ook iets grof nog aandoet. In de bouw vinden we hem voor een driejarige toch iets vroeg rijp.
En in beenwerk heeft hij voldoende kwaliteit, maar zou wel iets droger kunnen. Dus vandaag vanwege ras, bouw en beenwerk wordt hij geen voorlopig kroon. Ja, maar hij wordt wel een eerste premie met hele sterke bewegingen. Hier bij de uitslag van nummer 21, een hele grootramige, langgelijnde merrie die heel veel jeugd uitstraalt. Een merrie met voldoende behang en een lange hals, ook een goede aangesloten bovenlijn. In beenwerk is hij goed van kwaliteit, droog in de gewrichten.
Heeft een ruime en actieve stap laten zien. In draf is hij ook ruim en goed in het achterbeen. Zou het achterbeen wel iets directer onder de massa kunnen plaatsen. Maar heeft vanmorgen ook een hele goede presentatie gegeven. Ook met name in de stap waar hij goed door het lichaam stapte en ook voldoende actief draafde. Dus gezien de presentatie van vanmorgen en van vanmiddag wordt deze merrie voorlopig kroon. De uitslag van de tweede presentatie van nummer 23. Een merrie met veel rasuitstraling. Ook een merrie met veel jeugd en lang gelijndheid. Een merrie die voldoende in het beenwerk is. Wel iets klein in de hoeven. Een merrie die heel makkelijk stapt. Ik
En zich heel erg opwaardeert in de draf. Een draf met veel zweefmoment laten zien, veel balans en ook veel schakelend vermogen. En gezien de goede rasuitstraling, de correcte bouw en de twee goede bewegingen, wordt deze merrie vandaag kroon verklaard. Number 23 is declared crown today. De uitslag van nummer 29, een hele grootramige merrie met een mooie halsvorm die misschien wel iets verticaler kan. Een merrie met een hele sterke bovenlijn die ook en een voldoende lang kruis. Een merrie die ook in de stap en de draf goed gebruik maakt van deze sterke bovenlijn. Merrie stapt vlot met goede buiging. In draf laat hij veel takt zien. Ook draaft met voldoende oprichting en voldoende ruggebruik. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroonverklaard. Gefeliciteerd! Nummer 35, de laatste merrie van de tweede presentatie, is Zwaan van de Mierenpleerts. Is een 7-jarige kroonmerrie die terugkomt voor eventueel modelverklaring. De vader is Alwin. De vader van de moeder is Wopke. Schofthoogte van deze merrie is 1,65 meter.
Het laatste paard van vandaag is terug voor eventuele modelverklaring. Zwaan van de Mierenpleerts. Een hele sterke merrie met een goed rastype. Lange verticale hals ook. Een merrie met een sterke bovenlijn, ook sterke breed in de lendenen. Met een voldoende lange kruis. En het beenwerk is correct, ook droog en hard. Voor de leeftijd heeft wel iets smalle hoeven. Daar hebben we een kleine bemerking op gedaan. In stap stapt hij met veel ruimte en activiteit. En in draf draaft hij opwaarts. Heeft ook veel balans laten zien, zowel in de presentatie vanmorgen als vanmiddag weer. Met een heel krachtig achterbeengebruik en een goed zweefmoment. Gezien de goede ras en bouw en de hele goede draf, wordt deze merrie vandaag model verklaard. Yeah! Eigenaren gefeliciteerd. The result of number 35, she is declared model today.